En dit is een brief naar de kunstenaar der kunstenaren. Ze zeggen, u heeft de hemel en aarde gemaakt in 6 dagen. En weet u wat, ik ga niet draaien. U heeft al antwoord op me vragen. Hoe had ik mijn brief moeten beginnen met geachte? Wel, vergeef me dat ik niet zo diplomatiek kan spreken. En ik geef toe, ik heb in jaren niet met woorden, maar met daden gebeden. U bent de kunstenaar, dus ik weet wel zeker hoe u dat begrepen. Na chiki ma primo ti mam da bira ri ku pa yen ko pen to te na mesi. Dus ik ga je eerlijk zeggen wat ik wil. Ik wil 1 miljoen likes verdienen. Ja, maar ik wil 1 miljoen maar op mijn bankrekening, maar alleen als ik gelukkig word en mee. Pas op de plezier niet keer, per se. Ik wil gewoon lachen. Ik wil gewoon lachen. Liggen, chillen, vruchten eten, stel je Salomon of Adam, kan ook. Dan ga ik lachen, lopen, vruchten eten in mijn bloed met Eva en zo. Hé, maar eerlijk, wat vindt u eigenlijk van bloed? Bloed zonder te hoeven denken aan. Het niks maar dan ook niks aan te schamen, bloed. Iedereen naakt, met alle lichten aan. Ik heb gehoord dat slechts een reeds gekozen aantal door de smalle, niet de brede weg straks toegelaten zijn in de welbekende paradise. Wel, dit is een ik doe al mijn kleren uit en schrijf mijn hartbrief. Deze dingen kan ik alleen met u bespreken, de allergrote, allerwetende kunstenaar in chief. Weet u echt alles, mijn kunstenaar? Ik weet het niet, maar ik doe wat ik denk te weten. En ja, ik leer mijn kinderen hoe ik het heb begrepen. En ik denk, ik spreek voor de meesten wanneer ik zeg, we zagen het niet. We wisten het niet beter. Ik las ook in de Bijbel dat er een hoge boete is voor de blinden en onwetenden. Dit is een van de meest oneerlijke verhalen dat ik ooit heb gelezen. Vraag je, speelt u de rol van God in de verhaal van Noah? Verhaal waarin iedereen dood moet omdat God zich boos voelt? God almachtig, met al uw weten en kunnen de kracht. God van liefde, dat soort reclame wordt voor u gemaakt. Was dat echt een waar gebeurd verhaal? Wist je niet vanaf het begin hoe pijnlijk het einde zal zijn voor de man? Kon je daar toen echt niks aan doen, meneer alle wetende kunstenaar? Heeft het wel zin als ik je vraag om mij te beschermen van alle kwaad? Alle kwaad? Alle kwaad? Zijn er ook dingen dat jij niet kan? Is een kubat die poorten te hebben, is dit je echte nummer dan? Meester, ik wacht nog steeds op 1 antwoord tenminste, ben je daar? Ik bid elke dag, maar nu heb ik zoveel moeten met je stilte en ik mis je. Dus ik stuur zoveel berichten en ik krijg geen ontvangen of gelezen groen drinkje. Koserio, ben je daar? Ja, in afwachting op uw reactie op mijn vragen verblijf ik dan met vriendelijke groet. Francis Victor Slim, uw kunstenaar.